Dit is Buikspierkwartier 7. Nou, we zijn vandaag weer met z'n tweeën, want we gaan vandaag met z'n tweeën doen. Deze oefening kun je makkelijk 1,5 meter doen. En je hebt alleen een bal nodig, dus dat is wel makkelijk. We gaan beginnen met de sit-ups. Je mag je voeten gewoon op de grond zetten of, zoals Jody, de voeten tegen elkaar. Degene met de bal, die gaat naar achter, maar de ander zonder ook. Je komt rechtop zitten en je gooit de bal over. En dan ga je allebei tegelijkertijd naar achter. We doen het 40 keer, dat is 20 met bal en 20 keer zonder bal. Hartstikke goed. Dan gaan we naar de tweede oefening. De tweede oefening gaan we de side plank doen. Dus je doet het de makkelijke manier voor die heup op één knie. En het moeilijke, doe je heup omhoog. En je rolt de bal over. Dit doe je 20 keer. Heb je die 20 keer gehad? Draai om. Pak de andere kant. En doe die ook nog 20 keer. Yes. Dan gaan we naar de derde oefening. De leg race. Mag je de bal even de kant leggen? En doe je om en om. Dus als ik mijn been omhoog heb, duw je naar beneden. En dan zak ik naar beneden. En dan terug. Deze doe je 40 keer. En dan gaan we naar de laatste. De Russian twist. Moet je de bal erbij pakken. Je gaat allebei omhoog zitten. Houd je rug recht. Hier met de bal. Maak 10 keer deze beweging. En je geeft hem dan aan de volgende. Maar die blijft wel zo zitten. Die doet hem 10 keer. En dan doe ik hem een 9. De Jody hem 9 keer. Yes. En dan 8. En zo verder. En je blijft het constant zo zitten. Totdat je allebei klaar bent en bij 1 bent. Wordt het zwaar, mag je voeten op de grond zitten met je hak in de grond. Dat zijn ze voor vandaag. Succes en tot de volgende keer.